Voorzitter, de VVD kan met een gevoel van tevredenheid terugkijken op het afgelopen jaar. We zitten hier niet stil, om het maar eens populair te zeggen. De Binnenhoek is een project waar we trots op kunnen zijn. Ook de grote ergernis van het zwerfafval heeft het college voortvarend opgepakt. De investeringen in de huisvesting van het onderwijs, de oprichting van de werkzaak, de verbouwing van het stadhuis, een visie op de ontwikkeling van de Waalkade, kortom, Tiel is met zijn toekomst bezig. Als gemeente kunnen we denk ik ook heel blij zijn met de bouw van de hoteltoren van Van der Valk. Het heeft onze skyline, zoals dat heet, een ander en mooier aanzien gegeven in onze optiek. De VVD maakt zich wel zorgen over de invloed van de raad. Wij, de gemeenteraden en Tiel samen met de regio zullen goed moeten nadenken hoe we in de toekomst ervoor kunnen zorgen dat besluitvorming over belangrijke zaken tijdig in de raad behandeld kunnen worden. De raden zijn immers nog steeds degene die ervoor zorgen dat in de gemeenteraden op democratische wijze en binnen de kaders van de dualisering discussies worden gevoerd en besluiten wel overwogen worden genomen. Het afgelopen jaar heeft de economie van ons land zich positief ontwikkeld, hoewel de inwoners, maar ook onze gemeente daar nog niet echt veel van merken. Zonder nu meteen met een somber verhaal te komen, is de laatste informatie over de financiële positie waarin onze gemeente zich bevindt niet bepaald rooskleurig te noemen. De tijd zal leren hoe het perspectief zich ontwikkelt. De wereld houdt niet op bij de grenzen van Tiel. Het vluchtelingenprobleem waar onze hele wereld mee worstelt, gaat dus ook aan Tiel niet voorbij. In de afgelopen raadsvergadering is er een constructief en waardig debat gevoerd. Statushouders die zich in onze stad komen vestigen, mogen er wat de VVD betreft echter niet voor zorgen dat onze huidige inwoners daardoor langer op de wachtlijsten voor een woning komen te staan. Veiligheid staat ook bij de VVD altijd hoog in het vaandel en dat is natuurlijk bij iedereen zo. Mensen die zich veilig voelen zijn immers ook vaak gezonder en hebben minder problemen. Hoewel elke inbraak er eentje te veel is, zijn wij toch echt blij dat het aantal woninginbraken in onze gemeente zich nog steeds stabiliseert. En we hopen dat die stabiliserende, maar als het kan zelfs dalende lijn, zich blijft voortzetten. Waakzaamheid blijft letterlijk en figuurlijk nodig. Daartegenover vindt de VVD dat de overlast en het geweld op straat, als je de cijfers bekijkt die wij hebben, wel zijn toegenomen. Wij vragen ons dan ook af wat de redenen zijn, of er redenen zijn aan te geven waar dit door zou kunnen komen. Maar tegelijkertijd, en dat is voor de VVD en voor iedereen denk ik nog veel belangrijker, wat doen we eraan om dit terug te dringen? Dit mag immers in een tolerante samenleving eigenlijk helemaal niet voorkomen. Over het eerste halfjaar 2015 zijn er, althans bij de Raad, bijna geen gegevens bekend omtrent de overlastgevende jeugdgroepen. De gegevens vanuit het Veiligheidshuis ontbreken volgens ons. Kan het college ons hierover informeren? Zoals we alle weten zijn de drie decentralisaties, de WMO, de Jeugd- en Participatiewet, sinds 1 januari van dit jaar een feit. De VVD vindt dat het college samen met de ambtelijke organisatie een megaklus kreeg te klaren en heeft dat naar onze mening ook heel goed gedaan. Natuurlijk zijn er hier en daar wat kleine strubbelingen en probleempjes, maar zeker is het dat er vanuit onze inwoners geen groot aantal klachten zijn binnengekomen en dat vertelt ons dus dat het over het algemeen heel goed gaat. Zorgen heeft de VVD echter wel, en dat is over de budgetten. De Raad heeft nog geen inzicht kunnen krijgen hoe het er financieel gezien nu eigenlijk voor staat. Het is van belang dat wij zo snel mogelijk te horen krijgen of er in 2015 geen overschrijdingen plaatsvinden. Wij gaan er natuurlijk wel van uit dat dit eigenlijk niet gebeurt. In de tweede voortgangsrapportage staat te lezen dat met betrekking tot de hulp bij het huishouden er nog geen concrete prognose valt te maken over de uitgaven in 2015. Aangegeven wordt daarin dat de resultaten bij de jaarrekening 2015 kenbaar worden gemaakt. Dit vindt de VVD veel te laat. En wij dringen er dan bij het college ook op aan de Raad eerder te informeren. De bezuinigingen die de gemeente in 2016 op de jeugdzorg voor hun kiezen krijgen, is reden tot zorg. Er ligt voor het college, maar ook voor de Raad, een grote uitdaging. Immers, zoals we alle weten, inwoners, jong of oud, die hulp nodig hebben en daar niet zelf voor kunnen zorgen, moeten die hulp ook kunnen krijgen. Heeft het college inmiddels in beeld of de ons opgelegde bezuiniging over 2016 ook daadwerkelijk kan worden behaald?
Jammer is het dat het niet mogelijk is gebleken dat het PVB het persoonsvolgbudget, zoals in de motie van 18 juni is gevraagd, verder uit te werken. Begrijpen doen we dit wel. Door de nieuwe taken die bij de gemeente zijn neergelegd, is er gewoon geen tijd voor geweest. Wij dringen er bij het college wel op aan dit nu uiterlijk voor de perspectievennota 2016 aan de commissie voor te leggen. In Tiel zijn veel te veel mensen werkloos. Hoewel de werkloosheid landelijk daalt, is dat in Tiel nog niet het geval. Het aantal openstaande en nieuwe vacatures in het Rivierenland stijgt. Toch zijn er in Tiel steeds meer mensen die geen baan hebben, langs de zijlijn staan en dus zijn aangewezen op een uitkering. Het is belangrijk dat vraag en aanbod van arbeid goed op elkaar worden afgestemd. Er worden inspanningen verricht om het aantal passende arbeidsplaatsen te verhogen. De VVD vindt dat de Raad regelmatig op de hoogte dient te worden gehouden van de vorderingen op dit gebied. Ook het aantal mensen dat een WWB, een bijstandsuitkering, krijgt, stijgt in Tiel helaas nog. De uitstroom uit de WWB daalt. Dit is een slechte ontwikkeling. Het is in ieder belang dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen in onze maatschappij. Mensen die zijn aangewezen op een uitkering moeten zo snel mogelijk actief mee kunnen doen en worden toegeleid naar passend betaalde arbeid. De VVD vindt ook dat Tiel niet afhankelijk moet blijven van de vangnetregeling. Het is immers onzeker of hier in de toekomst een beroep op kan worden gedaan. Als het antwoord nee is, wacht Tiel een extra tekort op de begroting. Het is hiervoor nodig dat ook de instroom naar de WWB wordt aangepakt. Er zijn, vooral regionaal gezien, vele plannen. De VVD vindt echter dat de Raad daar te weinig inzicht op heeft. Wij vragen een krachtige aanpak vanuit het college en stellen u voor om met een concreet plan en dan gericht op de inwoners van Tiel naar de Raad te komen. Tiel is een aantrekkelijke winkelstad en moet dat ook blijven. Hoewel er diverse winkelpanden leegstaan, is de VVD blij dat er ook nieuwe ondernemers zich blijven vestigen in Tiel en ervoor zorgen dat er een grote diversiteit aan winkels en horeca blijft. Ondernemers samen met Hart van Tiel hebben gezamenlijk plannen om onze stad nog aantrekkelijker te maken voor onze inwoners en de regio. Als je door de stad loopt, zie je dat. Ik heb dat ook al eerder gezegd. De uitstraling wordt beter door onder andere de bloemenbakken en de aangebrachte verlichting die we nu kunnen zien. Dat is heel positief. Ook heeft de stad naar onze mening een minder rommelig aanzien dan een tijdje geleden. De gemeente heeft het hier goed op aangehaakt door ervoor te zorgen dat de prullenbakken vaker en beter worden geleegd. De winkelstraten worden inmiddels goed schoongehouden. Natuurlijk ligt er ook een taak voor de winkels en de horeca zelf. Ook zij kunnen bijdragen aan een mooie, schone stad waar mensen graag komen en terugkeren. Een grote ergernis vindt onze fractie het echter dat wanneer de veemarkt via de veemarkt de stad binnenloopt, de Hoge Eindse straat in en het eerste stuk van de Waterstraat heel vaak vol staat met fietsen. Ditzelfde probleem komt op meerdere plaatsen in onze stad voor. Verwonderlijk is het echter niet, want de fietsenrekken zijn dan ook overvol. Ik kan mijn eigen fiets bijvoorbeeld ook niet kwijt, dus ik zet mijn fiets dan helaas ook vaak neer. Wij willen het college dan ook uitnodigen het op te lossen en dienen een motie in samen met de Partij van de Arbeid, Partij voor de Burgers, het CDA en GroenLinks. Voorzitter, dan kom ik nu aan het laatste, maar zeker niet het onbelangrijkste stuk van mijn betoog, de financiën. Eigenlijk kunnen we hier heel kort over zijn. De kas is leeg. En dat betekent dat we ons eigenlijk ook geen nieuwe uitgaven meer kunnen veroorloven. Dat is hard en er zijn natuurlijk altijd wensen. Maar helaas zullen wij de hand op de knip moeten houden en wat de VVD betreft geen extra nieuwe uitgaven moeten doen dan degene die wij nog kunnen betalen door het coalitieakkoord. Zoals de huidige cijfers aangeven komen we het komende jaar €351.000 tekort op de begroting. Dit komt door onder andere een fors aantal tegenvallers. Onze fractie is geschrokken van de ontwikkelingen met betrekking tot de begroting van de werkzaak. Wij willen het college vragen hoe het nu toch kan dat die achterblijvende overheidskosten niet eerder zijn berekend en meegenomen in de besluitvorming rondom de werkzaak. U geeft ook aan dat het moeilijk zal worden om de taakstelling van het terugdringen van de variabele overheidskosten te realiseren. Is hier dan helemaal geen rekening mee gehouden? En hoe komt dit nu? U zegt dan ook dat de verkoop of verhuur van beursplein bij zou kunnen dragen om deze kosten op te vangen. Dit vinden wij toch wel boterzacht. Want hoe groot is de kans dat we dit pand in een stagnerende kantorenmarkt op korte termijn verhuren of verkopen? Ook de tekorten op de sociale werkvoorziening waren ons grote zorgen. Uw college dacht dat deze tekorten binnen het totaalresultaat van de werkzaak zouden worden opgelost. Dit blijkt nu helaas anders uit te pakken en daardoor hebben we weer tekort te maken met een tekort van €394.000.
Daar is onze fractie ook niet blij mee en we verwachten eigenlijk toch wel nadere uitleg hoe dit kan gebeuren. Ook de begroting BBB blijkt anders uit te pakken dan geraamd, een tekort van 252.000 euro. De uitleg is helder, maar al met al blijkt dus dat we in korte tijd worden opgezadeld met een groot aantal tegenvallers en een fors tekort op onze begroting. Nu rijst in onze fractie toch de vraag of wij zaken niet te optimistisch hebben ingeschat. Voor de VVD blijft de vertegenwoordiger die wij als raad hebben in de vele gemeenschappelijke regelingen een vreemde vorm van het nemen van raadsverantwoordelijkheid. Zo is het besturen van bijvoorbeeld de AVRI op geen enkele wijze als duaal te kwalificeren. Onverstandig en ongewenst in de wetenschap met onze controlerende taak als raad ook verantwoordelijk te zijn voor de resultaten van het gevoerde beleid en de financiële gevolgen hiervan. Hoewel u aangeeft dat er genoeg middelen zijn om de tekorten af te dekken en dat berekeningen hebben aangetoond dat de algemene weerstandsreserve nog steeds voldoende aangeeft, is de VVD hier niet gelukkig mee. Wij wensen niet dat de voldoende status nog verder onder druk komt te staan. Zoals al eerder aangegeven vindt de VVD dat we extra voorzichtig moeten zijn met het uitgeven van geld. Tenslotte kun je een euro maar één keer uitgeven. Dank u, voorzitter.